Hallo allemaal, welkom op een speciale Funko over de corona gedoe. Jullie zien hier ook dat er verschillende LAN-parties zijn er gecanceld, zijn er verplaatst, er is van allerlei dingen gebeurd. En dat ga ik nu heel kussen voor jullie op een rijtje zetten. We hebben nu DBU-LAN. DBU-LAN heeft nog altijd niks laten weten als hun editie wordt verplaatst, ja of nee. Of de hele editie wordt afgelast, dat weten we niet. Daar houden we jullie zeker op de hoogte via www.psychotv.be. Dan gaan we door naar de volgende LAN, dat is StudentLAN. StudentLAN gaat sowieso nog altijd door op de geplande datum, dus aarzel niet om daar nog tickets te bemachtigen. Voor een hele leuke fun weekend te hebben. Deze gaat door op 10 april tot en met 12 april 2020. En als er ook nog iets wordt veranderd, hun houden hun ook op de hoogte via hun eigen website en ook gaat het ook op de hoogte worden gebracht via www.psychotv.be. Dan gaan we door naar de volgende LAN-party, dat is de Diepstraten-LAN. Diepstraten-LAN heeft ook nog altijd niks laten weten als ze gecanceld zijn of hun ETC wordt verplaatst. Meer informatie vind je ook weer al terug op www.psychotv.be. Dan gaan we door naar de volgende LAN-party, Full Duplex LAN versie 4.0. Hier is ook nog altijd geen duidelijkheid als deze doorgaat, ja of nee. En dan worden jullie ook weer al op de hoogte gehouden via www.psychotv.be. Dan gaan we door naar de E3-bus in Los Angeles. We gaan eens even uit Europa. We gaan echt eens naar de andere kant van de wereld. De E3-bus. De E3-bus is ook dit jaar volledig, maar ook echt volledig gecanceld door de coronavirus. Het coronavirus heeft daar ook toegeslaan en natuurlijk hebben hun editie helemaal gecanceld en gaat hele nieuwe editie door in 2021 pas. Dus jammer. De mensen die daar hebben naar uitgekeken, naar de E3, deze gaat jammer genoeg dit jaar niet door. Dan gaan we door naar de derde edition, TowerLAN. TowerLAN heeft ook momenteel niks laten weten als hun editie op 27, 28 en 29 maart doorgaan deze maand. Want alle edities moeten gecanceld worden tot de einde paasvakantie. Dus daarbij hou ik jullie dan ook wel op de hoogte. Ook via www.psychotv.be. Dan gaan we over naar de party in Nieuwegein. Dus daar hebben ze twee opties genomen. Dus ze hebben wel hun ETC niet gecanceld, maar wel verplaatst van 3 april tot en met 5 april naar de nieuwe datum 18 december tot en met 20 december 2020. En de competities die gepland waren, die gaan gewoon door, maar niet op de locatie, maar wel online. Meer informatie vind je terug op www.teparty.nl. Ik zou zeggen, veel succes wie er allemaal gaat gamen. Zo gaan we over nu naar PixelLAN. PixelLAN heeft deze avond, dus eigenlijk deze nacht, laten weten dat hun editie ook niet doorgaat door de coronavirus, omwille van de rode licht hier in België. Deze gaat ook weer overplaatst worden. Meer informatie gaat je ook terugvinden op www.psychotv.be en ook uiteraard op hun eigen website en hun mediakanalen. Dan gaan we nog naar één LAN-party toe waar ik ook nog altijd nieuws over heb. Dat is Zuidlan. Zuidlan heeft hun ETC niet gecanceld, maar hebben hun ETC ook verplaatst. Hun ETC gaat door naar 29 april tot en met 1 mei. Normaal gezien was dat ook deze weekend, maar deze gaat ook nu niet door. Maar die gaat gewoon door op 29 april tot en met 1 mei. Bij deze hoop ik dat jullie nu op de hoogte zijn gesteld het rijden en zeilen in de LAN-party zien hier in België. En ook een gedeelte in Nederland.
Dus gelijk, dus ik heb jullie op de hoogte gehouden van de E3-beurs, Zuidland, Pixelland, Diepstratenland, Power, nee, Towerland, The Party, dan Full Duplexland, DBU-land en Studentenland. Jullie zijn allemaal hier in het nieuws gekomen. Dus alle informatie vind je ook terug op www.psychotv.be. Check de website regelmatig. Ik ga jullie ook op de hoogte houden van het rijden en zeilen van de coronavirus binnen de LAN-party scene. Want ik voel me daar ook nog altijd een klein beetje verplicht aan. Omwel van, ik heb er een redelijke grote deel uitgemaakt in die hele grote scene. Ben ik wel echt nog altijd 100% dankbaar voor. Zowel voor Freakomatic, Sugarland, noem maar op. Ben ik jullie nog altijd dankbaar voor dat ik daar echt naar jullie edities mocht aanwezig zijn. Ook natuurlijk Zanziland niet vergeten. Ook een hele mooie editie. Mensen, ik hou jullie sowieso op de hoogte. Gaat er nog een extra video komen hierover? Ja. Sowieso, daarom dat ik jullie op die belletje moet drukken. Dat jullie ook op de hoogte blijven gehouden. Wanneer dat er ook een nieuwe vlog of zo online gaat komen. Of een extra nieuwsfilmpje, zoals ik bij deze. Ja, ik ga jullie nu laten. Dus heel veel bedankt om te kijken naar deze extra video van Psycho TV. En ik zie jullie zo snel mogelijk terug. Salukes, yo!